Dierenpark De Zonnegloed ontving vorige week twee bruine beren uit Oekraïne. De dieren verbleven in een zoo in het noorden van het land en werden er omwille van de oorlog geëvacueerd. De Zonnegloed in Vleteren is een Wild Animal Sanctuary en is een definitieve opvangplaats voor in- en uitheemse wilde dieren. De twee bruine beren die hier pas aangekomen zijn, dat is Tiska en Sandra, die zijn afkomstig van Oekraïne in een oorlogsgebied. Ze zaten daar in een dierenpark die volledig ontruimd is. Ze zijn tijdelijk opgevangen geweest in Polen, zijn door het Natuurhulpcentrum opgehaald, hebben een quarantaineperiode doorstaan en zijn nu hier aangekomen. De beren Tiska en Sandra zijn broer en zus. Na twee dagen observatie in hun binnenverblijf mochten ze naar buiten. Dus ze hebben de eerste twee dagen hun verblijf kunnen verkennen. Het is heel belangrijk voor hen zelf, zodanig dat ze weten dat dat een veilige plaats is. Een plaats waar dat ze eten krijgen. Een plaats, moest er iets buiten gebeuren, schrikken of ik weet niet, dat ze weten van kijk, daar kunnen we terug naartoe. Maar ook heel belangrijk voor de verzorgers, omdat ze ook heel nauw contact krijgen in die twee dagen om de dieren beter te leren kennen. En nu in een stralend zonnetje naar buiten, waar ze volop kunnen genieten van ja, de buiten. Maar ook van het gras, want gras is nieuw voor hen. Ze hebben altijd op betonnen vloeren gestaan. En je ziet wel in het begin dat ze naar buiten komen, dat ze een beetje voorzichtig zijn. Niet weten wat is dat hier onder mijn voeten. Hè. Maar je ziet, ze zijn aan het eten, ze zijn echt aan het genieten van hun nieuw leven. De dieren blijven voor de rest van hun leven in De Zonnegloed en worden op termijn misschien samengevoegd met de andere twee beren van het park, Mimi en Uli. Voorlopig kunnen ze elkaar zien en horen, maar leven ze nog apart.